Een vrijwilliger bij de VEF en je zou heel graag je onkosten indienen. Wel, daar heb je eerst een VEF-account voor nodig en die moet je aanvragen. Daarvoor ga je naar onze website www.vef.be. Typ je in de zoekbalk vrijwilliger account. Wanneer je op enter klikt, verschijnt er een nieuw scherm. Je klikt op waarom een Microsoft-account voor vrijwilligers bij de VEF. En hier zie je een link. Wanneer je op deze link klikt, verschijnt er een nieuw tabblad. En dit moet je invullen voor je aanvraag. Eerst moet je je vergunningsnummer invullen. Weet je niet waar je je vergunningsnummer kunt vinden? Dan kan je op je vergunning de achterzijde vinden. Hier. Dan typ je je voornaam in. Je familienaam. Je geboorteplaats. Je geboortedatum. Je gsm. Let wel op het formaat, dat moet +32 04 zijn. Dan typ je je eigen e-mailadres. En dan klik je hier op ja. Dit zorgt ervoor dat wanneer je een mailtje krijgt in je VEF-e-mail, dat je ook een mailtje krijgt in je eigen e-mailadres, zodat je niet elke keer moet gaan zoeken en gaan nakijken of je een mailtje hebt in je VEF-account. Daarna klik je op ja. Dit zorgt ervoor dat je op elk moment een mailtje krijgt over waar jouw aanvraag nu juist zit. En dan klik je op verzenden. Je zal dan in je eigen mailbox een mailtje krijgen met twee documenten. Het eerste document is Vlaamse Judo Federatie VZW ICT Policy Vrijwilliger. Hier moet je niets mee doen, je moet het alleen even doorlezen. Het tweede document ga je eerst afprinten en ga je dan zelf invullen. Je schrijft je voornaam, je naam, je vergunningsnummer, vergunning geldig tot, privé-e-mailadres en je gsm-nummer. Onderaan schrijf je je handtekening, schrijf je de datum en schrijf je ook nog gelezen en goedgekeurd. Dit kan je dan inscannen of je kan er ook gewoon met je gsm een foto van nemen en dat mail je dan door naar info@vef.be. Om in te loggen op het VEF-systeem om mijn onkosten in te dienen, gebruik ik het best Google Chrome. Bovenaan typ ik extranet.vef.be en duw ik op Enter. Dit is nu een website die ik eigenlijk niet zo gemakkelijk vind om te onthouden, dus ik ga die in mijn favorieten toevoegen. Dat doe ik door hier op het sterretje te klikken. En dan typ ik bijvoorbeeld VEF account. En dan klik ik op gereed. Wanneer ik nu mijn Chrome sluit en mijn Chrome terug open doe, dan zie ik hier VEF-account. Dan kan ik daar gewoon op klikken en gaat de website automatisch open. Dan moet ik aanmelden met mijn VEF-e-mailadres. Dan klik ik op volgende. Dan typ ik mijn paswoord in. Aangemeld blijven. Dit hangt ervan af of u op een openbare PC zit of op je PC thuis.
Op je pc thuis kan je misschien best ja klikken. Dat betekent dat wanneer je de volgende keer naar deze website surft, je niet elke keer moet inloggen. Ben je nu op een openbare pc, zou ik op nee klikken, zodat andere mensen niet op jouw account kunnen. Dus ik klik nu bijvoorbeeld op nee. En dan zie je dat wij op VEF Extranet zitten. We zijn nu nog steeds ingelogd op VEF Extranet. Vooraleer ik een onkost kan indienen, moet ik eenmalig aanduiden wat voor soort onkost ik wil ontvangen, een reële of een forfaitaire. Dat kan ik doen op de MyVGF app. Ik klik daarop. En dan ga je dit scherm zien verschijnen. Je kan kiezen tussen ja, dit ben ik of nee, dit ben ik niet. Wanneer ik dit ben, klik ik tussen de groene lijnen. Wanneer ik dit niet ben, klik ik dus tussen de rode lijnen. Dit ben ik, dus ik klik hier om verder te gaan. Dan verschijnt dit scherm. Wij gaan klikken op vrijwilligersvergoeding. Dan klik ik op Hajime. Om nu mijn keuze te gaan maken tussen welke onkost ik wil ontvangen, klik ik bij keuzeformulier op Hajime. Je hebt nog geen keuze gemaakt, daar klik ik ook op Hajime. Een website zal openen. Daar vul ik in mijn voornaam, mijn achternaam, mijn e-mail. Dit is wel mijn VEF-e-mail, dus in mijn geval zou dat zijn sally.scheers@vef.be. Mijn vergunningsnummer, mijn geboorteplaats, mijn geboortedatum, mijn adres, mijn postcode, mijn gemeente, mijn bankrekening en mijn IBAN-rekening. Daarna klik ik op Volgende. Bij kalenderjaar kiezen wij 2020. Omschrijving van het vrijwilligerswerk. Wat ben je precies? Ben je een official, een trainer, logistieke ondersteuning, steward, bestuursvrijwilliger of bestuurder? Dat klik je aan en dan klik je op Volgende. Dan verschijnt het volgende scherm. Mensen die al een uitkering krijgen, komen in de sportsector niet in aanmerking voor een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding. Wanneer je al een vervangingsinkomen krijgt, klik je hierop ja. Wanneer je nog geen vervangingsinkomen krijgt, dan klik je hierop nee. Wanneer je op nee klikt, komen er drie mogelijke typen kostenvergoeding. Verhoogde forfaitaire, gewone forfaitaire of reële forfaitaire. Nog niet zo goed welke vergoeding je best zou nemen, dan raad ik je aan om nog even naar onze website te surfen, www.vef.be. In de zoekbalk typ je werkstelling in de sportwereld. Je klikt op Enter. Je klikt op de werkstelling in de sportwereld. En daar open je de volgende PDF. Wanneer je dan een beetje naar beneden scrolt, bij vrijwilligerswerk, kan je meer informatie vinden over de reële kostenvergoeding, forfaitaire kostenvergoeding en de verhoogde forfaitaire kostenvergoeding.
ik kies nu voor bijvoorbeeld gewone forfaitaire kostenvergoeding en ik klik op volgende. Hier kan ik nog een beetje info vinden over de maximum wat ik per dag kan verdienen. Je leest het even door, dan klik je op gelezen en akkoord. Nog een beetje informatie dat je moet lezen, dan klik je op gelezen en akkoord. Nummer 18, maximum bedrag per kalenderjaar, dat lees je ook even vlug door en dan gelezen en akkoord. 19, juist hetzelfde, dat lees je even gelezen en akkoord. 20, je leest het en gelezen en akkoord en je klikt op volgende. Daar ga je informatie krijgen over je rechten, je plichten. Nummer 21, dat is informatie over de VEF, dat lees je en dan klik je op gelezen en akkoord. Nummer 22 gaat over de beperkingen van de overeenkomst, die lees je ook even door dan gelezen en akkoord. Geheimhoudingsplicht, dat lees je, gelezen en akkoord. Nummer 24, verplichtingen, gelezen en akkoord. En zo ga je verder. Dan klik je op volgende. En dan in nummer 27, wanneer je dit bevestigt, hebben wij je bevestiging als elektronische handtekening. Daar klik je gelezen en akkoord. En dan klik je op verzenden. Wanneer je op verzenden klikt, dan krijgt de boekhouding een document door waarop staat welk soort vergoeding jij gekozen hebt. De laatste stap is nu de onkosten indienen. Daarvoor ga ik weer naar Google Chrome. En klik ik op mijn VEF-account. Dan log ik in. Typ ik mijn wachtwoord en klik ik op aanmelden. Deze stap hebben we al eens gedaan. En dan komen wij terug op VEF Extranet. Dan ga ik zoals daarjuist naar de MyVGF app. Dan worden wij nog even gevraagd of wij dit zijn. Ja, dat ben ik, dus ik klik hier. Om mijn vrijwilligersvergoeding in te dienen, ga ik naar vrijwilligersvergoedingen. Daarvoor klik ik op Hajime. Dan kies ik kostenvergoeding events. Klik ik ook hier op Hajime. En je zal zien dat het automatisch gaat op vandaag. Vandaag zijn er geen events. Wanneer ik dan op dit pijltje klik, kan ik op verleden klikken. Dan ga je zien dat er heel wat evenementen staan en zoek ik naar het evenement waarvoor ik een onkost wil indienen. Ik klik bijvoorbeeld op Shiai. Dan ga ik op selecteer. Dan kijk ik nog even Shiai April. Is dit het juiste adres? Dan kijk ik nog even mijn adres na. Ook mijn bankrekeningnummer. De datum, is die juist? En dan de functie. Wat was jouw functie daar? Ook daar heb je vaak een keuze. Kijk dit even na en selecteer de juiste keuze. Dan klik ik op volgende. Hier gaat het over de heenreis. Voor de heenreis zie je hier mijn adres. Je kan ook een tussenstop toevoegen. Als je een tussenstop wilt toevoegen, dan klik je daarop en typ je het adres in. Dan kies je hoe je naar daar bent gegaan. De meeste personen gaan met de auto. En dan berekent hij automatisch de kilometers.
Let wel op dat dit niet altijd correct is. Als dit niet correct zou zijn, kan je hier onderaan zelf je kilometers invullen. Is het bijvoorbeeld maar 40 kilometer, dan typ ik 40. Dan klik ik op volgende en zien we terugreis. Dan zien we weer het adres. Klik ik hier weer op auto en typ ik ook hier 40 kilometer. Dan klik ik op volgende. Hier is de samenvatting van mijn verplaatsing. Ik ben inderdaad met de auto gegaan. Mijn heenreis was 40 kilometer. Mijn kosten van mijn heenreis is 8 euro. Mijn terugreis 40 kilometer. De kosten van de terugreis is 8 euro. En de totale vergoeding is 16 euro. Kijk dit zeker even na. Als dit niet correct zou zijn, kan je hier bovenaan teruggaan naar je terugreis bijvoorbeeld en dit nog aanpassen. Je kan ook terug naar je heenreis gaan en je kan dit nog aanpassen. Als dit correct zou zijn, dan klik je op volgende. En dan zie je, de geldige dagvervoering zal automatisch worden toegevoegd aan de kostennota. Als jij recht hebt op een forfaitaire dagvergoeding, dan klik je dit aan. Als je daar geen recht op hebt, dan klik je het uit. Dan klik je op volgende. En dan zie je nog even de samenvatting. Mijn dagvergoeding is 0 euro. Verplaatsingsvergoeding is 16 euro. Dus wat ik terug ga krijgen is 16 euro. Dan klik ik op indienen. Dan zal de boekhouding automatisch een document krijgen waarop staat hoeveel jij moet terugbetaald worden.